toch altijd bijzonder om hier even te staan. Museum Prinsenhof Delft, u bent hier net ook binnengegaan. En misschien heeft u toen toch ook even gedacht aan 1584. Willem van Oranje hield hier hof. Denk je aan de vader des vaderlands. Hij was toen de leider van een opstand tegen het wettige gezag in de Nederlanden, de Spaanse koning. En een opstand die totaal, maar dan ook totaal mislukte. Een man die zijn macht verloor. Down and out. En op een dag liep hij hier ergens door het gebouw. Een man komt hem tegemoet, trekt een pistool. Willem dood. Onze vader des vaderlands, dat is toch, ja, toch een soort magie van die plek hier. Dat hij hier vermoord is. En misschien nog wel meer dat hij vervolgens toch onze vader des vaderlands werd. Dat die opstand waarvan hij de leider was geweest uit de as herrees. En dat wij hier nu een wettig gezag hebben dat niets te maken heeft met een ver gezag. Herrijzenisachtige van die man, van die opstand. Iets daarvan kun je terughalen als je hier bent. Magisch. Die magie, of wat het ook is, het is heel moeilijk om daar een woord aan te geven, dat is uiteindelijk ook, denk ik, waar de tentoonstelling DNA van Nederland over gaat. Een vreemd gevoel van nabijheid van het verleden. En het gaat dan altijd om een groot verleden. Iets met heel Nederland te maken heeft en wat uiteindelijk ook ineens met jezelf nu te maken kan krijgen. En het gevoel doet een beetje denken aan wat katholieken kunnen voelen als ze een kerk binnenlopen en daar in een nisje staat een zilveren kistje met daarin de bordjes van een heilige. Een reliek, zoals dat heet. En die bordjes, ach, wat is het? Het is helemaal niks. Maar het zijn de bordjes van een heilige en het verbindt je met een heel groot verhaal. Zoiets kun je ook ervaren in deze tentoonstelling. En dit is dan het reliekenkistje van het Prinsenhof. Nu met een rijtje ervoor. De kogelgaten van de moord hier in de moordhal. En al meer dan 400 jaar komen hier mensen om hun vingers in die gaten te steken van de kogels die eerst gaten hebben geslagen in het lijf van Willem van Oranje. En ook dat, het lijkt heel erg op relieken. Zijn we die oude katholieke beelden van mensen die hun vingers willen steken in de gaten door de polsen van Christus om de nabijheid van het ongelooflijke moment te voelen. En dat is wat je hier nog steeds een beetje kunt voelen. De nabijheid van dat ongelooflijke moment. Willem hier, zijn moordenaar daar, schoot zo. Nou, dat is nou eens een nationaal reliek. Dit zou hem echt moeten zijn, de boekenkist van Hugo de Groot. Ik weet niet of u het verhaal nog kent. Gevangen gezet, 1618, 1619... in Loevestein, slot Loevestein, op slot Loevestein. En daar kreeg hij boeken in een kist. En bedacht een plan om te vluchten. Samen met zijn vrouw en dienstmeid. Die hebben hem in die kist, slot Loevestein, uitgedragen. En iedereen daaromheen dacht, het zijn boeken. Maar het was Hugo de Groot dus zelf. En die paste hier dus in. Hij is eigenlijk best groot, dat valt me best mee. Toch, je kunt hier wel, hier kun je wel in. De vraag is natuurlijk alleen of het de echte boekenkist is van Hugo de Groot. Er zijn in Nederland 3 kandidaten voor de beruchte kist. 1 is op Loevestein zelf. Die is het in elk geval niet. Die is na de Tweede Wereldoorlog gekocht. Wel een 17e eeuwse kist. Het Rijksmuseum heeft er ook eentje.
de geschiedenis daarvan gaat terug tot de late 18e eeuw. En dan is er deze van het Prinsenhof zelf. En daarvan gaat de geschiedenis ook terug tot de late 18e eeuw. Daarvoor niet. Daarvoor weten we vooral dat Hugo de Groot zelf, tientallen jaren nadat hij zichzelf bevrijd had, terugdacht aan die kist en er weer naar op zoek ging. Hij schreef erover en hij wilde die kist zelf ook weer hebben. Maar hij heeft hem nooit meer teruggevonden. Als je je nu voorstelt, Hugo de Groot, een van de grootste geleerden van zijn tijd, misschien nog altijd in de hele westerse geschiedenis wel een van de grootste juristen, ontsnapt in een kist. Wat je probeert te doen is het je echt voor te stellen. En of het nou precies deze kist is of een andere 17e kist die erop lijkt, hoe leg ik mezelf daarin? Hoe krul ik mezelf op? Hoe hou ik dat een paar uur vol? Eigenlijk wil je er nog steeds inkruipen om het je voor te stellen. Een stukje doek van en een weinig haar uit de stoel van Johan van Oldenbarneveld, door hem gebruikt in zijn gevangenis. Dus dit is uit de laatste dagen van Johan van Oldenbarneveld. Een weinig haar, nou dat is inderdaad wel heel weinig haar. Nou, dit is wel het punt waarop, als we het zeggen mogen, nationale reliek een beetje mal wordt. Vertegenwoordigt dit een groot moment uit de geschiedenis? Het is het hoogste dat Oldenbarneveld hier met zijn kont op heeft gezeten. Ruikt dit naar de kont van Oldenbarneveld? Wat wil dit nog zeggen? Dit kwam hier het Prinsenhof binnen in de collectie in 1905. Waar het daarvoor vandaan kwam, weten we allemaal niet. Of dit echt is, geen idee. Eigenlijk zegt dit veel minder over van Oldenbarneveld dan over de tijd waarop dit opdook en hier in het Prinsenhof uitkwam. Een tijd, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, een enorme gloriering, verheerlijking van het nationale verleden, waarin alles wat van vroeger was en iets groots leek te hebben, betekenis gegeven moest worden. En het zegt iets over hoe wij kennelijk dit soort dingen nodig hebben om ons het verleden voor te stellen. Maar het gaat meer over het verlangen om dicht bij dat verleden te komen. In dit geval, dan dat je er nou echt dichtbij komt. In alle eerlijkheid, de magie van de voorwerpen in deze tentoonstelling, daar valt natuurlijk wel wat op af te dingen. Vervoeren die voorwerpen je nou echt naar het verleden, dat je daar in kunt stappen, dat je daar bent? Zo is het natuurlijk niet. Ze zetten hoogstens je verbeelding in gang. Je ziet ze en je denkt, hoe zou het toen geweest zijn? Dan komen de echte vragen, dan komt de wetenschap en die corrigeert je vervolgens weer. Die verbeelding van jou, zo was het niet helemaal. Dus die voorwerpen zijn eigenlijk een heel gebrekkig middel om je naar het verleden te brengen. Het gekke is alleen, eens in de zoveel tijd is er een periode dat we allemaal weer op zoek gaan naar dat soort voorwerpen. Die magie van die verbeelding, die zoeken we toch elke keer weer, hoe betrekkelijk die ook is. Er is alleen één actueel voorwerp dat ontbreekt in deze tentoonstelling. Stel u voor dat dat hier ligt. Het wapen dat Pim Fortuyn vermoordde. Is in het bezit van het Rijksmuseum, ligt in het depot daar, wordt nog niet getoond. Stel het u voor. Zou u dat willen zien? Misschien is uw conclusie wel dezelfde als die van het Rijksmuseum. Het is nog te vers, te actueel, te gevoelig, te pijnlijk. En je hebt dat voorwerp helemaal niet nodig om te weten wat er toen gebeurd was. Dat weten we allemaal nog precies. Misschien is dat wel de kern van wat zo'n voorwerp doet voor ons. Wanneer willen we dat pistool zien? Als we niet meer precies weten hoe Pim Fortuyn vermoord is en wie die was. Als die hele context is verdwenen, dan pas gaan we onze verbeelding inzetten
met zo'n voorwerp om dat verleden weer terug te zoeken.